politie zet weer de achtervolging in. Vanavond gaan we achter onze gestolen iPad aan. En testen we een nieuwe diefstalpreventietechniek. Welkom bij Politie, het programma waarin we kleine criminaliteit keihard aanpakken. Vorige week hadden we binnen 3 uur onze iPhone-dief te pakken en overgedragen aan onze collega's van de politie. Deze week gaan we achter onze gestolen tablet aan. En laten we zien dat je niet zomaar iedereen op zijn bruine ogen kan geloven. En ik praat met advocaat Theo Pistooltje Hiddema en oud-agent en Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. We gaan weer een boevenval maken. En we hebben daarvoor nodig een auto, een verborgen camera en natuurlijk iets wat hoog op het verlanglijstje van criminelen staat. Een supergadget, maar dan wel eentje vol met track-and-trace apparatuur natuurlijk. Want wij moeten hem wel overal kunnen terughalen. Hey, Remy. Hey, goeiedag. Hoi. Ja, prima. Ja? Ik heb een vraag voor je. Vaak is een probleem dat als je, je hebt een tracer erin zitten. Ja. Ding gaat in een kelderbox. Pas. Weg GPS. Ja, dan hebben we nog een extra stukje techniek. En je kan het eigenlijk zien als een soort van een radiozender eigenlijk. Ja. Maar die stent gewoon continu een signaal uit. En voor de rest, en dat vangen jullie op? Kunnen wij opvangen. Daar hebben wij de middelen voor en voertuigen voor. En dan kunnen we eigenlijk gewoon op enkele meters nauwkeurig in kelderboxen, flats, woningen. Ze komen er echt niet meer mee. Het gaat ze niet lukken. Ja, het is dat je zegt dat het een iPad is, maar hij ligt helemaal aan elkaar. Ik mag toch wel hopen dat je straks hem wel weer helemaal op kan bouwen, zodat het in ieder geval lijkt. Geen probleem. Ik heb er daar al een paar liggen. Ja, ja, dan krijg je gewoon uiteindelijk. Ja. Het is gewoon een iPad, hè? Een iPad. Hetzelfde gewicht ook, hè? Oké, de iPad is geregeld. De lockout ook. Het is nu zaak om deze lockout op de perfecte plek neer te zetten. En dat is een plek waar het onderzoek is gebleken dat daar heel veel auto's worden opengebroken. Ideaal plekje voor deze actie, lijkt mij. Moet het natuurlijk wel gaan uitzien alsof deze auto dagelijks gebruikt wordt. Dat betekent gewoon een beetje troep. Door een dukjes, prima. Achterin, portemonneetje. Zit ook altijd wel in een auto. Pak je sigaretten. Ja. Maar. Zo kan het wel. Oké, we gaan. Voor het plaatsen van de lokauto is het belangrijk dat er in de buurt niemand doorkrijgt dat we een lokwagen neerzetten. De camera maar een beetje laag. We filmen alles undercover. We komen nu vlakbij de plek. We rijden met onze lokauto naar een beruchte straat met slechts aan één kant bebouwing. Dus weinig pottenkijkers. We parkeren achter onze geblindeerde bus, waarin de verborgen camera staat opgesteld. Ik leg hier op de zijstoel, zodat ze hem goed zien. Zodra de dief hem steelt en hij verbreekt deze verbinding, want dit gaat los, dan krijgen wij een sms'je en weten dat hij is gestolen. Oké. Hij bent duidelijk te zien. Ziet er geloofwaardig uit, zo lijkt me. Wegwezen. Het wordt spannend. Ieder moment kan het hier raak zijn, want dit is een gevaarlijke buurt. Onze iPad wordt snel opgemerkt. Maar er wordt voorlopig alleen nog gekeken. Theo Hiddema, de advocaat die altijd snoeihard zegt wat hij denkt. Onder meer heeft hij ooit gezegd, hè, rijke mensen met een groot huis, die moeten een pistool in huis hebben liggen. Voor het geval dat zij... Nou ja, dat is een kwestie van logisch denken. Als je in de Schengen-tijd woont, zoals wij nu allemaal leeft, en je woont in Brabant, en je woont bij een snelweg waar geen douanecontrole is, dan loop je het risico dat je door rondtrekkende bendes gewoon wordt geobserveerd. Ziet dat pand er een beetje aantrekkelijk uit? De bewoners worden afgelegd. En dan zegt men wel, ja, maar je mag je niet tegen die mensen te weer stellen, want het overheidsgeweldmonopolie, dat heeft toch te zegevieren uiteindelijk. Maar in die omstandigheden verkeren kan het wel eens 3 uur duren voordat het overheidsmonopolie zichtbaar wordt. En dan ben je mooi de klos. Ja. En iedereen die op je afkomt, die is tot de tanden bewapend. Nou, en als je ze op een afstand wil houden, dan moet dat met vuurkracht. Ja. Dus als ik daar zou wonen en ik weet niemand kan me helpen en ik voel dat ik al aan de beurt ben, gezien wat er in die grensgebieden gebeurt, dan zou ik een waardeloos huisvader zijn als ik de mogelijkheid van de vuurwapenvergunning maar zou negeren. Heeft u zelf een pistool onder uw kussen liggen? Nee. Echt niet?
Kijk, ik woon op de gracht. Klein katapultje. En alle huizen zijn daar aan elkaar gebouwd. Dus voor een inbreker echt een hele toestand, hoor, om daar binnen te breken. Mm-hmm. Dat maak ik mezelf wijs. Het zou kunnen zijn dat er pardoes iemand voor je neus staat en dan denk je, kon ik maar wat doen. Maar u heeft niks. Ik ben onderworpen aan de Nederlandse wapenwetgeving. Als ik u nou vertel dat ik geen wapenvergunning heb, toch? Dan dwingt u mij in de positie om zekere kwesties met een bepaalde antwoord af te doen. Ja, wij van politie schieten niet, maar we tracen wel. En onze iPad, die ligt er klaar voor. Wij hebben onze auto in Amsterdam-Oost geparkeerd. Maar de lock-iPad ligt nog aan de lader. Wel zien we dat onze iPad al snel door verschillende voorbijgangers wordt waargenomen. Er is duidelijk interesse. Als er een stel langs loopt en kijkt, komen er op hetzelfde moment twee fietsers langs. Zij komen vrij snel daarna terug. Maar ook het stel komt terug. Het lijkt bijna dat ze elkaar in de weg zitten. Het stel hangt wat rond, maar druipt daarna af. Achter in de straat blijven de fietsers rondhangen. Het lijkt of ze een goed moment afwachten om toe te slaan. Kort voor de actie gaan de fietsers het parkje in. Even later fietst er iemand langs die ook links het parkje in verdwijnt. Om 5:05 middags slaan ze in razendsnel tempo toe. De dader slaat geroutineerd het raam in en rukt onze iPad uit de lader. Hij springt bij een handlanger op de fiets en ze maken zich snel uit de voeten. Bij ons gaan direct alle alarmbellen af. Voordat we ter plekke zijn, krijgen we signaal dat de iPad zich in de buurt verplaatst. De iPad gaat rond 8:00 de stad uit richting de ring. Met een snelheid van 100 km per uur verplaatst hij zich over de ring A10 richting Zaandam. We volgen de iPad die 40 minuten later in Assendelft aankomt. En dan ligt hij stil. We zien dat ze de iPad proberen aan te zetten en op te laden. Ze hebben niet door dat ze met een track-and-trace systeem te maken hebben. We verzamelen in de buurt waar het signaal vandaan komt. Hier beginnen we met het afzoeken van een vrij groot gebied. Doel is om steeds dichter in de buurt te komen, daar waar het signaal sterker wordt. We weten dat de iPad hier in de buurt moet zijn, maar we zijn nu de exacte positie van mijn iPad aan het uitpeilen eigenlijk, hè, Reni? Ja, hoe doen we dat? Helemaal. We gaan kijken of we het signaal van in dit geval de iPad kunnen op gaan pakken. We zien wat, welke woning die vermoedelijk moet liggen. En hoe doe je dat? Kunnen we dat horen? Het signaal wat hij al uitzendt. Dat is eigenlijk een trackersignaaltje. En die kunnen wij met de apparatuur gaan opvangen. Dit moet wel de plek zijn waar onze iPad moet liggen. Want als we hier rijden, zul je straks horen, wordt deze toon steeds harder. Steeds harder, steeds harder. Dus, en dat betekent dat hij in de buurt is. Ja, we zijn nu op jacht, hè, naar de kleine boefjes. En jaarlijks worden er miljoenen besteed aan de bestrijding van de grote misdaad. Hoe vindt u eigenlijk dat die verhouding in het budget momenteel ligt? Zouden we bijvoorbeeld kunnen beknibbelen op het budget wat aan de zaak Holleider besteed wordt om de kleinere criminelen aan te pakken? Want daar hebben burgers uiteindelijk toch veel meer last van. Ja, het is maar net waar je als individuele burger mee in aanraking komt. Als iemand je laptop pikt of je huis in de hens steekt, of god mag weten wat, wat kan je al niet gebeuren op straat en daaromheen vanwege een incident met een incidentele gek die je 3 kwartier kan berechten en misschien voor 5 jaar op. Dat kost niet zoveel. Hetzelfde kan zijn dat je verstrikt raakt tegen heugen meugen tot je eigen schrik en verbazing in een criminele organisatie. Je weet het maar nooit wat een mens kan overkomen. Nee. Bent u eigenlijk goed voorbereid op inbraak? Nee. Omdat ik weet, gezien de huidige staat van de wetenschap bij inbrekers, er zijn bepaalde methodes. Je hebt de Albanese methode, de Bulgaarse methodes. Die zijn zo verfijnd. Ik weet zeker dat ik ze niet te baas kan qua beveiliging. Als ze echt willen,
dan kopen ze binnen. Nou, we hebben iets heel interessants wat misschien ook wel voor u kan werken. Nou, nemen we mee. We prepareren een appartement in een buurt waar veel ingebroken wordt. Hier moet onze Danny straks gaan inbreken. Hij weet niet dat we een nieuwe anti-inbrekers-gadget op hem gaan uittesten. Het lijkt op een luidspreker. We gebruiken dit apparaat eigenlijk voor verschillende toepassingen. Denk aan winkels, juwelierszaken. We proberen de inbreker natuurlijk zo lastig mogelijk te maken. En ja, dat zal men straks ook zien. Danny maakt absoluut geen kans. Maar verder maken we het Danny makkelijk. Want we laten de deur open en vertellen ook dat er iets waardevols in het rode kastje ligt. We zeggen alleen niet wat. Het gaat om een envelop met 1000 euro en een Rolex-horloge. En we leggen er ook een lege portemonnee in. Appeltje eitje, zou je denken. Om Danny straks goed in beeld te kunnen brengen, gebruiken we ook een warmtebeeldcamera. Alles is klaar en Danny's tijd gaat in. Daar gaan we. Als hij boven is, kan hij het appartement zo inlopen. We schakelen alvast over op de warmtebeeldcamera. De bewegingssensor gaat af en binnen 2 seconden is de ruimte gevuld met een dikke mist. Danny ziet geen hand voor ogen. De mist bestaat uit water, ethanol en glycol en ruikt naar menthol. Zo kan de brandweer het onderscheiden van echte rook. De stoffen zijn onschadelijk voor mensen. We zien dat Danny het rode kastje opent en op de tast wat probeert te pakken. Hij ziet de echte kostbaarheden over het hoofd. Daarna probeert hij met zijn buit de uitgang te vinden. Kijk, kom maar, kom maar. Heb je de buit? Ik heb in ieder geval wel iets gepakt, ja. Een lege portemonnee. Een lege portemonnee, nou, nou ja. Klinkt of er geld in zit. De buit is eigenlijk nog ietsjes groter dan, serieus? Dan deze portemonnee. Ja, flink groter ook. Oké. Inbraak mislukt, test geslaagd. Ja, meneer Hiddema, het is helemaal in de misbeveiliging. Zelfs James Bond gebruikt het in zijn nieuwste film. Is het ook wat voor u? Nou ja, het ziet er wel indrukwekkend uit. Ja, als je in een grote ruimte woont, zal het een poosje duren voordat het helemaal mistig is natuurlijk. Dat is waar, ja. Nou, maar het gaat vrij snel, hè? Maar is het, denkt u, nou ja, dat is eigenlijk wel een hele goede methode. Nee, beter misschien nog wel dan die shotgun onder je kussen? Nou, die shotgun kan niks doen als je niet thuis bent natuurlijk. Dat is waar. Kan je ook wat op verzinnen, hoor. Je kan mechanismes verzinnen met vuurwapens. Met touwtjes aan de trekker. Hè. Als de inbreker komt, dan wordt hij doorzeefd. Dat kan je echt wel. In je fantasie kan je dat... Daar ziet hij toch nog steeds kan je dat ontwerpen. Dan wat mist. Hè? Valstrikken of dat soort dingen. Dat iemand op zijn bek tuimelt, zal ik maar zeggen. Dat of ziet klemmen, ook leuk. Ach, klemmen? Klemmen. Dat is ook bij leuk. Meneer Hiddema staan die klemmen. Nee, maar goed, als je toch op dit niveau je kunstjes wil vertonen... en je fantasie erop loslaat, wat ik nu doe... dan zou ik zo iemand wel met zijn poot in een klem willen zien zitten... en thuiskomen helemaal uitgehongerd, bidden te smeken. Dat lijkt me wel leuk. Heel erg bedankt voor uw komst. Ja, de nieuwe eigenaar van onze iPad die wordt zo meteen verrast door Thijs met een bloemetje. Maar of ze dat zo leuk vinden, dat is de vraag. Vanuit de auto wordt het moeilijk het juiste huis te vinden. Daarom gaan we over op de handzender. We zijn hier even gestopt. Daar, in die straat, ongeveer kunnen we kiezen uit 5, 6 huizen. Daarvan weten we dat de iPad ligt. Alleen we willen natuurlijk niet te veel opvallen, dus we zijn nu even hier gaan staan. En dit is het apparaat waar we nu exact kunnen bepalen waar onze iPad is. Ja, en dat is de plek waar ik straks kan aanbellen natuurlijk. Om geen argwaan bij de bewoners en omwonenden te wekken, nemen we een bosje bloemen mee. Nou, zo'n prachtig bosje. Nou, dan slaat hij het meeste uit, hè? Volgens ons systeem moeten wij hier zijn. We kunnen even kijken of we achter zijn of kunnen komen, zekerheid. We krijgen een sterk signaal. Het wijst naar een woning waar niemand thuis lijkt te zijn. Om er zeker van te zijn dat we de juiste woning hebben, maken we ook een meting vanuit de binnentuinen. Ook hier wijst het signaal naar dezelfde woning. Ze ruiken echt heerlijk. Ik hoop dat zij ze ook heerlijk vinden ruiken. Kijk, volgens mij is het hier zo. We bellen aan, maar willen natuurlijk niet direct verklappen waar we voor komen. We hebben een surprise voor u. Dat moet ik even laten zien. Mogen we binnenkomen om de verrassing te laten zien? De surprise.
Ja, nou, kom maar binnen. Oké. Okay. Dank u wel. Sorry hoor. Ja. Zo. Hallo. Hoi. Ik ben Thijs. Ja. Het is belangrijk dat u even met me meekijkt. Kijk, dit ben ik. Ja. Dat ziet u. Kijk, en hier zet ik het dus uiteindelijk neer. We laten ze de iPad-diefstal met de daders zien. Nou, dan loop ik weg. Wordt die uiteindelijk opengebroken. En als u goed kijkt, is een iPad. Ja. Die is dit weekend gestolen. Een iPad? Ja, zo'n witte iPad. Oké, ja. Kent u die iPad toevallig? Nee. Nee? Nee. Ja, wij weten, of eigenlijk we hebben sterke aanwijzingen dat die iPad hier in huis is. Ik heb alleen een laptop. Er is geen iPad hier in huis? Nee, echt niet. Nee, weet het zeker? Ik weet het 100% zeker. Je hebt niet toevallig een iPad gisteren gekocht? Nee, echt niet. Ik kom van mijn werk. Ik heb echt geen iPad gekocht. De vrouw lijkt echt van niks te weten. Maar de man houdt zich opvallend stil. Die iPad is gisteren gestolen en wij peilen hem uit. En dan kunnen we zien dat hij waar hij is. En doen alle aanwijzingen dat hij hier is. Dit huis is. Ik heb echt geen iPad hier. Echt waar. Dus er is echt geen iPad in huis? Nee. Zeker, ik heb geen iPad. Mogen we dat uitpeilen? Want dan weet het zeker. Ja, is goed. Ahmed Marcouch, u werd vroeger wel eens de sheriff van Slotervaart genoemd. Nu wordt u wel eens gekscherend de Fred Teven van de PvdA genoemd. Wat vindt u van de uitspraak van meneer Teven over het inbrekersrisico? Hè? Wat een inbreker dan zelfs met de dood kan bekopen? Ja, ik heb al gezegd, ik vond dat geen verstandige uitspraak. Omdat ik vind, zeker als je staatssecretaris bent, moet je daar zorgvuldig in zijn. Kijk, ik vind dat mensen gewoon het recht hebben om zichzelf te verdedigen. En soms moet je daar geweld bij gebruiken. Maar het is altijd zo in een rechtsstaat, het geweld wat je gebruikt, moet je gewoon verantwoorden. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. En dat moeten we ook de mensen ook voorhouden. En criminelen moeten door de overheid, door de politie en justitie worden opgespoord en gestraft voor wat ze doen. En elke schijn die erop duidt dat eigen rechten spelen kan, moeten we vermijden. Nou, we hebben nou net deze twee jongens in actie gezien, heel snel op hun fietsje. Meestal komen ze met vrij weinig straf ervan af. Moet dat niet veel harder aangepakt worden, dit soort jongens? Nou ja, ik vind dat je... Kijk, dit is best wel heftig. Hè? Iemand parkeert zijn auto, vergeet zijn iPad. En je komt terug en je spullen zijn weg en je auto is kapot. Maar het gaat ook wel eens... Dit soort jongens... plegen vaak ook straatroven. Dus daar komt ook geweld tegen personen bij. Ik vind dat dat de straf echt een duidelijke boodschap moet zijn van dit pikken we niet. Dus de strafmaat moet echt in verhouding zijn tot wat hier gebeurt. En ik heb ook voorgesteld om, zeker als het om jonge criminelen gaat, om ze niet alleen maar te straffen, maar leg ze ook een te beschikkingstelling aan het onderwijs op. Ja, u wilt ze opleiden, hè, eigenlijk, in het gevangen? Ja, precies. Jongeren die aangeven een ander pad, een andere weg te willen, die moeten we daarin ook ondersteunen. Mijn voorstel is om ouders bij het eerste moment ook te betrekken om hun verantwoordelijkheid te nemen. Om aan de ene kant eigenlijk de straf uit te voeren en aan de andere kant ook de ouders in stelling te brengen om ervoor te zorgen dat ze straks meehelpen te voorkomen dat zo'n jongen weer terugvalt in hetzelfde gedrag. Ja. Even iets anders met het top 600-plan in Amsterdam. Hè, waar 600 criminelen die 25 of meer delicten hebben gepleegd. Ja. Die worden harder aangepakt en sneller berecht. Er is inmiddels ook een averechtseffect wat plaats heeft rondom die top 600. Namelijk dat jonge criminelen het ook heel tof en heel cool vinden om op die lijst te staan. Hè, er schijnt de politieagent die kreeg dan zelfs vragen van een crimineel. Je staat er al op in die top 600. Dat moet niet de bedoeling zijn. Maar het is ook niet de bedoeling. Het is ook zo dat op het moment dat zo'n jongen opgepakt wordt voor wat hij doet. En ik heb dat zelf vaak ervaren, dan piepen ze toch heel anders. Belangrijk is dat je echt door de pakkans, en dat is in Nederland nog echt aan de lage kant, dat moet echt beter. De pakkans moet omhoog. Dus wat we moeten doen is ervoor zorgen dat we er heel snel bij zijn op het moment dat ze iets doen. Ja, dus eigenlijk wat wij doen met die track-and-trace systemen. Bijvoorbeeld, ja, dat is techniek. Dat is een slimme manier van die hete daadkracht, zoals dat heet. En de pakkans verhogen. Alleen op die manier stel je een norm. En daar hoort natuurlijk ook een straf bij. Maar ook altijd dat perspectief voor ogen houden. Zodat je ook laat zien dat je in onze
in onze samenleving ook kunt kiezen. Het is, niemand wordt gedwongen om te stelen. Dus je hoeft helemaal niet te stelen om te leven. Straks zien we of er in Assendelft echt geen iPad in het huis ligt. Maar eerst 1 miljard euro. Dat is de schade die jaarlijks wordt geleden door winkeldiefstal. En een bedrag dat eigenlijk wordt doorberekend aan de eerlijk betalende burger. En wij vroegen aan de burger in Amsterdam-Zuidoost... wat voor straf moet een winkeldief krijgen? Dit is een plek waar heel veel winkeldiefstallen plaatsvinden. Eigenaren van winkels worden er hoor en dol van. Maar gelukkig voor hun worden dit soort dieven ook heel veel opgepakt. Maar weten de mensen eigenlijk hoe hoog de straf is die deze dieven krijgen? Iemand pleegt voor het eerst een diefstal. Hij steelt uit een elektronicazaak een koptelefoon. Ja. Wat denk jij dat de straf is die deze dief krijgt? Mand. In Amsterdam schoppen de kont geven, dat is het enige wat ik zou doen. Ja? Ik zou het gewoon net als mijn ooms en tantes doen die het in Suriname doen. Precies dat. Hij moet geen straf krijgen, hij moet kwijtgescholden worden van de straf, want hij heeft het niet expres gedaan. Hij moet alles terugbetalen. En schoonmaken. Minimum 6 maanden in de gevangenis. 6 maanden in de gevangenis? 6 maanden, ja. 1 keer zou doen het daarna niet meer. Een paar uurtjes is 40. Meer niet? Nee. Een paar uurtjes maar. Ja, want ik heb het een paar keer gedaan. U heeft het een paar keer gedaan? En dus ik heb een paar uurtjes gezeten alleen. Dat was goed. De echte straf die hij krijgt is een boete van 200 euro. Dat is dom, man. Dat let daar niks, man. 200 boete is niks. 6 van de straf is beter. We horen net dat je dus voor een winkeldiefstal een boete van 200 euro krijgt. Staat dat in verhouding, vindt u, zo'n bedrag? Kijk, bij een straf gaat het erom dat het corrigerend werkt. En als je merkt dat een dader erom lacht... en dat is toch vaak wel een beetje het geval bij dit soort straffen. Een taakstraf die niet in verhouding staat tot wat er gebeurd is... en wat gedaan is door een dader. Een boete, een geldboete, staat niet in verhouding tot diefstal. Mensen verwachten gewoon een celstraf. En als ze dat niet krijgen, denken ze van... nou, ik ben er goed van afgekomen. Maar wat vindt u dan een reële straf voor zo'n diefstal, een winkeldiefstal? Ja, dat is. Kijk, ik vind dat echt iets voor de rechters om uiteindelijk uit te spreken. Want je moet echt per geval bekijken. Het probleem is alleen dat heel veel van deze daders vaak niet gepakt worden. Dus die komen ermee weg. Nou ja, wij tonen deze jongens dan vol in beeld, hè, de jongens die iPad stelen. In de rechtbank kan dat tot strafvermindering leiden. Vindt u dat terecht? Nou ja, kijk, wat mij betreft hoeft dat niet tot strafvermindering te leiden. Omdat deze daders plegen delict. Hè. Ze plegen een daad. En ze benadelen mensen die er niet om gevraagd hebben. Je moet gewoon met je handjes van andermans spullen afblijven. En als je dat toch doet... Ja, dan hoort shaming daarbij. Ik bedoel, toevallig is dit televisie, maar anders geldt de buurt en de omgeving. Weet dat. Ik bedoel, die sociale controle is wat mij betreft ook gewoon echt prima. En tegelijkertijd is het zo dat je ook gewoon als samenleving moet laten zien... dat dit niet ongestraft blijft. Meneer Marcouch, we zijn het helemaal met elkaar eens. Heel erg bedankt. Ons opsporingsteam start de precisiemeting in de woning waar de iPad zou moeten liggen. De gealarmeerde politie staat paraat. De zender wijst ons naar een plastic tasje wat hangt aan de huiskamerdeur met daarin een bijzondere verrassing. Dat is de iPad. Wat is dat, een witte? Nou goed, een grijze. Is dat wit hoesje, man? Waar heeft u deze iPad gekocht? In de zwarte markt gisteren. Gisteren? Ja. 5 minuten geleden had hij geen iPad en nu zegt hij er een gekocht te hebben. Gistermiddag? Ja. Hoe laat was het? Tussen 12 en 1. Oké. Okay. Maar het rare is dat deze iPad, die continu geeft hij als je nieuwe locaties aan hebt, geeft hij aan waar die is. Waar is, ja. Ja, maar Beverwijk heeft hij niet aangegeven. Weet u zeker dat u hem daar gekocht hebt? Jongen, ik lig er niet. Het systeem zegt ook niet. Op de zwarte markt gisteren was hij geweest. En ik heb hem daar gekocht. Ja. Maar onze iPad is nooit op de Beverwijkse bazaar geweest. Misschien dat kan dus niet. Want hij is vanaf 9 uur zaterdagavond op dit adres. De man spreekt niet de waarheid. Eerst liegt hij dat er geen iPad is. En daarna over de Beverwijkse bazaar, waar de iPad nooit is geweest. Nee, wilt u me dan van de waarheid? Ik zeg de waarheid. Jongen, waar heeft u hem vandaan? Ik heb hem op de zwarte markt gekocht. Zaterdag. Ik denk dat zaterdag. Hij is niet. Hij is van misschien Amsterdam. Zondag of zaterdag. Ja, maar hij of dat hij gestolen is, dat wist ik niet. Nee. Mijn probleem is, dit apparaat ligt niet. Ja. Nee. En hij is niet in Beverwijk geweest. Ik zou hier zweren
De grap van dat was dat deze om 6 uur is gestolen. Om 9 uur, dan is de bazaar al lang al dicht. Maar die is s'avonds niet open. Nee, dus, die staat dicht, ja. Ja, dus hij is vanaf 9 uur s'avonds, zaterdagavond is hij hier. Hij kan nooit in Beverwijk geweest is en hij is ook niet in Beverwijk geweest. Dus ik geef ik u nou eigenlijk wel een kans. Waar heeft u die iPad nou gekocht? Ik heb hem op de zwarte markt gekocht. Dat kan niet, het kan niet. Dat kan wel. Nee, het kan niet. Sorry, meneer, het spijt me. Het kan niet. Het wordt tijd dat u de waarheid gaat vertellen. Want... Ik zeg de waarheid, meneer. Oh. Ik heb hem op de zwarte markt gekocht. Nou, dat kan niet. Ik zweer het je. Het kan niet. Ik zweer het je. Sorry. Als je niet gelooft, ik ga niet met jou verder. Zullen we het anders even de politie uitleggen? Is goed. Kom er maar. Okay. De politie ontvangt hem met open armen. Deze man heeft heel wat uit te leggen. Hallo. Deze is van diefstal afkomstig. Dat betekent ook dat u bent aangehouden. Deze meneer, die zegt onze iPad gekocht te hebben op de bazaar, maar wij weten 100% zeker dat de iPad daar nooit is geweest. Maar het is een succesvol verhaal. We hebben en de iPad terug en meneer wordt meegenomen door de politie. Ook volgende week slaat de politie weer keihard toe. We zitten dan achter de jonge internetondernemer Zacharia B. aan van pdazaak.nl. En deze jongen heeft maar liefst 71 aanklachten aan zijn broek hangen. In politie kun je zien hoe we hem in onze val lokken. Na de confrontatie probeert hij heel snel schoon schip te maken met al zijn gedupeerden. Dus heeft u nog geld te goed van deze jongen of van pdazaak.nl? Mail het ons dan op redactie@politie.tv. En kijk volgende week natuurlijk hoe het afloopt.